Een hele goede morgen allemaal. Ik ben alweer onderweg naar mijn vader. Ik zal daar niet gaan filmen, omdat papa dat niet wil. Maar jullie zien hem ooit wel een keer, denk ik, in de vlog. Maar ik beloof niks. Want hij vindt het een beetje raar. Maar dat komt misschien ook omdat hij niet helemaal snapt hoe het allemaal in elkaar steekt. En dat kan natuurlijk, hè. Het is wel YouTube natuurlijk. Het is niet zomaar iets, maar sommige dingen denk ik, jongens. Je kunt je ook te bang maken met dingen. Maar goed. Dus, bij deze. Ik loop er nou heen, dus ik zie wel wat ik de rest van de dag ga filmen. Oké, jongens. Oh, ik ben al een vlog online ontzettend voor jullie allemaal. En voor mezelf natuurlijk ook. Ik ben zelf ook een groot feest. Ik heb veel cateringwerk zo net gedaan voor het papa thuis. Ja. En papa is met oma naar het ziekenhuis geweest. En ja. Als oma het nog een jaar volhoudt, dan is het heel knap. Om God samen te vallen. Dus, zodoende. Morgen weer hem kijken met papa. Ik ben wel heel blij, want het schiet gewoon zo gigantisch goed op. Hij ziet ook eindelijk in dat er heel veel speel weg moet. Of hoop dat hij dat ook doet. Dus. Zo doen we. Maar ik ben zo blij, hè, dat papa eindelijk de woning verbouwt. En stiekem hoop ik ook dat hij er nog ongeveer 20 jaar kan wonen. Maar dat zal het wel niet zijn. Als het 15 jaar is, dan is het nog mooi. En dan kan hij er nog van genieten mee. En dan kun je er ook nog een paar jaar van genieten dat je, dat je het zo mooi hebt. Ja. Hallo, man. Ik zei het bij het vlog af. Ik lag op slaap. Ik was er weer bijna gezien. Dus bij deze. Ik zit niet zo lekker in de vel. Ik ben een aantal dingen ben ik zat. Ben ik echt gewoon kortslag van. Maar ja, dat is het nadeel als je gescheiden ouders hebt. En, en dat ligt ook niet aan mijn tweede vader. Ik waardeer mijn tweede vader heel erg. Dat. Mijn tweede vader is wel natuurlijk gewoon mijn gewoon vader. Zo zie ik dat. Alleen, er zullen altijd dingen blijven. Dat het niet mijn biologische vader is. Maar ik stoor me vooral aan dat mijn moeder en mijn biologische vader
nog wel over elkaar uitlaat. En ik vind het gewoon, ik ben er kort slaaf van. Het is ook, denk ik, voor mij, als je zo'n operatie gehad hebt, gewoon nog moeilijker. Dan denk je van, jongens, kom op, help elkaar nog even. Dan zit je elkaar alleen maar af te kraken. Zo komt het bij mij over. En ik weet niet zo goed hoe ik het aan moet pakken. Ik weet wel dat ik heel slaaf ben. Dus ik ga nou slapen. Probeer het naast me neer te leggen dat het zo is. Je kunt er toch niks aan doen. Ze mogen elkaar niet. En dus kun je dat nooit. Is elkaar dat ze wel door elkaar in één deur gaan. Dus zo. Ja. En ja, voor de mensen die niet weten wat het is dat je ouders ruzie hebben. Stel je voor, je staat in een boksring met de scheidsrechter. Aan de ene kant heb je je vaders familie, aan de andere kant heb je je moeders familie. Aan de andere kant heb je natuurlijk dan van de ring staan, je moeder, je vader. En jij mag die wedstrijd gaan leiden. Nou, geloof me, dat is geen pletje. Echt. Verschrikkelijk. Zo is het. En jammer. En daarbij wel rusten.